Het enorme complex van Sebik in Bergh-op-Zoom oogt normaal. Maar de enorme wand van steigers, dat tegen de fabriekstoren is aangebouwd, verraadt anders. Sebik heeft namelijk een groot onderhoudsbeurt nodig. Althans, een van de 8 chemische fabrieken. Het gaat om de fabriek die de grondstoffen maakt voor Noriel. Een kunststof die wordt gebruikt voor het maken van bumpers en de wielkasten van auto's. Vitale onderdelen van de fabriek worden geïnspecteerd en de leidingen worden schoongemaakt. De productie van Noriel gaat ondertussen gewoon door, want er zijn reservevoorraden grondstoffen aangemaakt. De grote beurt wordt voornamelijk uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers van buitenaf. Eigen mensen van Sebik begeleiden de aannemers. De shutdown duurt zo'n 3 weken.